Hey, welkom bij Lopencash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En vandaag een nieuwe aflevering van Starten met Crypto. Ja. En vandaag willen we even duidelijk maken eigenlijk dat het heel belangrijk is om het nieuws te volgen. Ja. Waarom is het belangrijk om het nieuws te volgen en waar kan je het belangrijkste betrouwbare nieuws volgen? Dat gaan we vandaag laten zien. Ja, want je hebt echt met betrekking tot nieuws is het altijd FUD en FOMO en dat soort woorden. Die komen we regelmatig tegen. Maar de mate van nieuws en de invloed van de media, die is in crypto wel zo groot. Ja, heel groot. Hier moet je wel een beetje de basics en de ins en outs van weten. Ja, en een hoop mensen denken, ja, ik heb helemaal geen zin om alles te lezen. Ik zie het wel, ik hoor het wel van anderen. Ja. We hebben al vaker aangegeven, doe je own research, is heel belangrijk. En het gaat gewoon om serieus geld. Dus wil je serieus zijn in crypto, moet je wel gewoon zelf ook het nieuws volgen en bijhouden wat er gebeurt in crypto. Want dat is gewoon heel belangrijk. Nou goed, de eerste is eigenlijk die wij en heel veel andere mensen ook gebruiken, Cointelegraaf. Ja. Die komen eigenlijk als een van de snelste altijd wel met nieuwtjes en is een zeer betrouwbare bron. Ja, ze hebben hier gewoon een overzichtelijke website. Ze hebben een editor's choice, dus dat is de keuze van de redactie, en hot stories. Daarin kan je ook gelijk zien. Hier is veel interesse voor. Ja, je kan zien hoeveel keer de stukken gelezen zijn. Ja. En daardoor kan je dus gewoon zien van oké, hier is wel echt veel hype omheen. Dit willen de mensen lezen. En dan, hou die stukken gewoon voor jezelf in de gaten. Is het een heel belangrijk nieuwtje, staat hij daar echt tussen. Ja, overzichtelijk wordt het gewoon weergegeven. Dit kan beschouwd worden als een goede bron van informatie. Ja. CoinDesk is eigenlijk een goede tegenhanger van Cointelegraaf. Ja, vergelijkbaar. Ja. Betrouwbaar. Waar we ook een klein beetje naartoe willen met deze opzet, is dat je bijvoorbeeld niet alleen op Cointelegraaf gaat kijken. Ik zie er echt vreemd uit vandaag. Ik moest even om lachen. Ik heb vandaag een doorzichtig shirt, groen shirt aan en daardoor ben ik een beetje, het is niet anders. Je moet je nieuws verifiëren. Ja. Dus als hier bijvoorbeeld een bericht staat op Cointelegraaf en op Coindesk wordt daar helemaal niks over gezegd, dan moet er eigenlijk al een lampje gaan branden. Ja, is ook zo. De grote, net als neem nou het RTL Nieuws en Show Nieuws en dingen. Als er een groot nieuwtje is, heeft elk nieuwszender het daarover. Ja. Ja, en ze hebben ook wel dat nieuws gecontroleerd al, anders brengen ze niet naar buiten. En eigenlijk die controle, die ligt in de crypto een beetje bij jezelf. Ja. Heel vaak zie je toch op, vooral op social media, en dan neig ik een beetje meer naar Facebook, vaak in één keer nieuws naar buiten komen. Dat blijkt dan achteraf toch niet helemaal waar te zijn, of helemaal niet. Dat was ook eigenlijk mijn volgende stap. Ja. Waar kan je eigenlijk niet van uitgaan? Ik zeg, natuurlijk als Facebook, als iemand op Facebook een bericht post van Cointelegraaf, is het een ander verhaal natuurlijk. Ja. Maar heel veel mensen verspreiden op Facebook dus alweer berichten. En je weet zelf hoe dat gaat. Een verhaal gaat naar die en dan verandert er al iets. Ja. Dat verhaal gaat naar die, verandert er weer een stukje. Dat verhaal gaat naar die en weer een stukje is er veranderd. En aan het einde van de rit klopt er geen reet meer van het verhaal. Facebook vind ik niet echt een betrouwbare bron en komt heel vaak een hoop fut vandaan gewoon. Ja. Mensen interpreteren dingen op de verkeerde manier en gaan gelijk lopen blerren op Facebook hoe het zit, terwijl ze het zelf nog niet eens gelezen hebben. En daardoor creëer je dus iets waardoor mensen weer in paniek raken. En Facebook is daarvoor niet geschikt. Er zit geen filter op. Iedereen kan er maar opzetten wat hij wil. Iedereen kan maar zeggen wat hij wil. Ga daar niet van uit liever gewoon. Nee. Als ik nu ga schrijven op een hele grote Facebook site, zoveel bitcoin gestolen op die en die exchange of noem maar wat, dan raken mensen gelijk in paniek. Oh, is dat waar? Dan krijg je honderden reacties. Je kan zo fut verspreiden. Dat is gewoon niet betrouwbaar. Nou ja, dat was dus Coindesk, dat tweede site. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste informatiebronnen qua websites eigenlijk. Ja, qua websites. En dan gaan we naar een website die net zoals CoinMarketCap belangrijk is voor de koersen. Maar CoinCheckup is een vrij uitgebreide website waar je ook upcoming events kan vinden. Hij is gewoon wat overzichtelijker als CoinMarketCap. Een hele makkelijke website is dit. Ja, ze verstrekken net iets meer informatie. En volgens mij wilde je dadelijk richting EOS. Ja. Zal ik dan het EOS, de EOS pagina van CoinCheckup erbij pakken? Ja.
ja, alles eigenlijk wat je aan nieuws wil hebben over een coin, aan nieuws, aan gegevens over een coin, kan je hier vinden. Ja. De circulating supply, de maximum supply, de GitHub activiteit is ook best wel belangrijk. GitHub is ook een, voor de ontwikkelaar is dat meer een programma waarin je kan zien hoe actief ze zijn. Ja. Hoeveel activiteit er is in de ontwikkeling van EOS in dit geval. Nou ja, die ziet er dan prima uit. Het voordeel is gewoon dat hun gewoon ook een eigen nieuwskopje hebben. Ja, en nieuwsberichten van gewoon, elke coin. Ze laden dus nieuws, waar het uiteindelijk om gaat, waar deze aflevering om draait. Ze laden het nieuws van verschillende bronnen. Dus in die feed. Ja. En daardoor kan je dus snel... Het is gewoon een hele makkelijke samenvatting van heel veel dingen op deze website eigenlijk. En een van die belangrijke dingen ook om dus te volgen. Kijk, je volgt het nieuws om te weten wat er gebeurt in Cryptoland. Je volgt het nieuws om te kijken wat er met een coin gebeurt. Hier kan je ook een vooruitblik doen in het nieuws. Ja. Want elke coin blijft zich ontwikkelen. En hoe weet je nou waar EOS mee gaat komen? Mm-hmm. Nou, daar hebben we de events voor. Ja. Daar is ook een apart kopje voor. En daarin kunnen we dus zien wat er aan zit te komen eigenlijk. Ik weet dat begin juni gaat EOS op zijn eigen blockchain draaien. Nou, dat zien we daar ook staan. De Native Token Launch of de release komt volgens mij hetzelfde datum op, komt op hetzelfde neer. Ja. Maar om te laten zien eigenlijk hoe belangrijk nieuws is. Ja, ik zit even te denken. Ik denk dat je beter even naar First kan gaan. Want daar is het denk ik duidelijker te zien wat er gebeurd is wat betreft nieuws. First had geruime periode van tevoren aangekondigd. We gaan met heel groot nieuws komen. Echt heel groot nieuws. Ja. Dit gaat alles veranderen. We hebben heel veel geld betaald voor een hele grote partner. Elke dag werd erop gehamerd van er komt zo groot nieuws aan. Dit is echt veranderend voor heel de cryptowereld. Nou, aan de hand van dat nieuws is dit dus gebeurd. Ja. Aan de hand van het aankondigen van het nieuws. Ja, toen was het nieuws, de rumors. Ja, de rumors eigenlijk. Nou ja, en daardoor is de prijs gigantisch gestegen. Bijna 300%. En het nieuws was uiteindelijk dat ze een samenwerking aangingen met Pornhub. Ja, niet zozeer Pornhub alleen, maar met MindGeek. Het bedrijf achter verschillende pornowebsites en dergelijke. Daar kon je dus betalen met je Verge. Eigenlijk dachten de mensen toen het nieuws uitkwam van, nou ja, zo groot was dat nieuws eigenlijk niet. Of tenminste, ja, ze waren het er niet zozeer niet zo heel blij mee. Ze hadden verwacht dat het een Amazon zou worden of echt iets groots waar je dus nieuws voor tegen kon. Ja, en niet iedereen staat daarachter. En toen is het ook weer iets ingestort. Maar hiermee wil ik dus eigenlijk zeggen dat een nieuwsbericht kan wel degelijk heel veel invloed hebben op een koers, hè. Ja, is ook zo. Dat kan echt heel invloedrijk zijn op wat er gebeurt met de prijs. Ik probeer eigenlijk het precieze punt wat duidelijker weer aan te geven. Het pijltje stond niet helemaal goed. Dit was echt het laatste moment richting het nieuws dat het gereleased zou worden. En echt op het moment tot op de minuut kan je het aangeven. Boom. In één maar echt, het bericht kwam naar buiten op Telegram. En op verschillende andere bronnen van, oké, dit is onze nieuwe partner. Ja. En daar ging die. Ja. Hij werd gelijk rood. Boom. Ze gingen gelijk omlaag. Ondersteund worden door het volume. Ja. Dan weet je dat er iets aan de hand is. Ja. En dat is dus eigenlijk waar wij naartoe willen gaan, is dit kan nieuws veroorzaken. Ja. In dit geval is het dus een negatieve uitkomst. Ja. Maar daarom is het wel heel belangrijk om het nieuws dus te volgen. Had je dit nieuws nu niet gevolgd en zat je in Verge en had je misschien in de aanloop van oké, er komt groot nieuws aan, ingestapt. Ja. En je volgt niet het nieuws, dan was je daarna gewoon meegegaan in de flow naar beneden. Ja. Dus het is gewoon heel belangrijk om te volgen wat er gebeurt. En nog één goede tip. Bezit je nou verschillende coins, of ben je net begonnen en wil je coins gaan kopen, sluit je aan bij de Telegram groep van die coin. Ja. Dat is ook heel belangrijk. Dus koop je bijvoorbeeld Cardano, ik noem maar iets, of Icon. Nou, dan sluit je je aan via de website. Daar kan je altijd de link vinden naar Telegram. Sluit je je aan in de Telegram van Icon. En hier zitten dan dus 20.825 mensen in. Ja, daar kan je dus gewoon altijd het laatste nieuws vinden. En je ziet hier bijvoorbeeld ook, dan wordt er een announcement gemaakt. En die komt gewoon officieel van de mensen van zelf. Ja, van de dan mensen weet je gewoon, Icon. Ja, dit klopt inderdaad echt. Ja.
Dus ook de officiële Telegram kan je vinden op de website van de coin waarvan jij de Telegram wilt joinen. Altijd betrouwbaar. Dat zijn gewoon de mensen zelf achter het project. En ja, betrouwbaarder nieuws kan je niet hebben, neem ik aan. En dit maakt eigenlijk gewoon voor ons een deel uit van de tradingstrategie. Want een deel kan je gewoon traden op nieuws. Ja. Je kijkt gewoon van tevoren in de event. Wat zit eraan te komen? Ja, daar kan je op inspelen. Daar kan je op inspelen. Nou, dit was weer een aflevering van Starten met Crypto. Ja. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Vind je het leuk? Abonneer op ons kanaal. Druk op het belletje. Krijg je weer een berichtje als we een filmpje plaatsen. En join onze Discord. Zaterdag om 11 uur hebben we altijd een livestream. Kom maar gezellig bij. En hopelijk kan je wat van ons leren. Tot de volgende aflevering. Later.